yar-Rahim. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Regels en zaken het natuurlijk bloed van vrouwen. Vaak stellen vrouwen vragen die door verwarring zijn ontstaan bij hen, over met welk soort bloed zij te maken heeft. Dient ze vanwege die bloedingen de gebeden na te laten, of dient ze de wassing te verrichten en te bidden. Tot deze bloedingen behoort de menstruatiebloeding (al-hayd). Deze bloeding behoort tot bloed wat normaal is. Het komt vrij op bepaalde momenten en vanuit het bovenste gedeelte van de baarmoeder. Allah heeft deze bloedingen geschapen met de wijsheid om een kind te voeden. Telkens wanneer een vrouw bloed uit haar baarmoeder ziet stromen, is het menstruatie, zonder dat het begin of einde Beperkt is tot een bepaalde leeftijd. De islam heeft geen grens gesteld aan het minimum of maximum aantal dagen dat een vrouw kan menstrueren. Maar wat de vrouw als een voortdurende gewoonte ziet, wordt als menstruatie beschouwd. Het meest voorkomende is dat een vrouw zes of zeven dagen menstrueert. Het einde van de menstruatie wordt herkend door het verschijnen van een witte afscheiding. Een witte vloeistof die vrijkomt als de menstruatie gestopt is. En elke vrouw bij wie dit niet zichtbaar is, dat wil zeggen een witte afscheiding, voor haar geldt dat het einde van haar menstruatie zichtbaar is wanneer het bloeden gestopt is. Het is verboden voor de menstruerende vrouw om het gebed te verrichten en te vasten. Ze dient echter wel haar vaste in te halen, haar gemiste gebeden hoeft zij niet in te halen. Al-istihada is bloed wat vrijkomt buiten de menstruatieperiode om als gevolg van ziekte en beschadiging van een ader in het onderste deel van de baarmoeder. Menstruatiebloed onderscheidt zich van istihada bloed omdat het eerste, dat wil zeggen menstruatiebloed, zwart en dik is. Het heeft een nare geur en het stolt niet als het vrijkomt. De tweede, oftewel de istihada bloed, is dun van aard, geurloos en rood. Deze stolt wel wanneer deze vrijkomt. Het basisprincipe is dat alles wat uit de baarmoeder komt, menstruatie is, totdat er bewijs is dat erop duidt dat het istighada bloed is. Dit omdat dat bloed het natuurlijke, oorspronkelijke bloed is. De oorsprong van istighada bloed wordt vergeleken met een ziekte, terwijl de oorsprong is dat de persoon in kwestie gezond is. Voor een vrouw die last heeft van istihada bloed vervalt het gebed niet net zoals haar vaste niet vervalt. Tevens dient ze de kleine wassing, ja niet de woddel, te verrichten voor het aanbreken van het gebed, wanneer de tijd daarvoor is aangebroken. Zij mag het doher- en gebed samenvoegen op de tijd van een van deze gebeden, Hetzelfde geldt voor het Mardib en Isha gebed Dit is om het voor haar gemakkelijker te maken. Maar wanneer haar menstruatieperiode aanbreekt, dan dient ze zich te onthouden van het gebed en het vaste. Er zijn drie situaties voor de menstruerende vrouw. Ten eerste, dat zij op een vast aantal dagen, meestal zes à zeven dagen, menstrueert alvorens zij te maken krijgt met de istihada Bloedingen na deze periode worden als istihada-bloed beschouwd. Na deze periode, van zes à zeven dagen van haar menstruatie, dient ze de grote wassing te verrichten, de roesel, en het gebed te verrichten. De tweede situatie is dat ze op onregelmatige tijden menstrueert. Echter kan zij wel, middels de kenmerken van dit bloed, oftewel menstruatiebloed, deze onderscheiden van andere soorten bloedingen. In dit geval geldt hetzelfde en beschouwt ze dit ook als menstruatiebloed en verricht ze de grote wassing wanneer deze bloedingen gestopt zijn en wat zij haar gebeden. De derde situatie is dat ze geen vaste menstruatieperiode heeft en dit bloed ook niet kan onderscheiden of herkennen. In dit geval dient ze wat gebruikelijk is en het meest voorkomt aan te houden, en het grootste aantal dagen aan te houden en dit als menstruatie te beschouwen, namelijk zes of zeven dagen per maand. Wat betreft kraanbloeding, oftewel een nifes, dit is bloed dat uit de, kom, uit de baarmoeder komt als gevolg van een bevalling. De islam kent hiervoor geen maximum of minimum tijdsduur, maar de norm voor de maximale duur is 40 dagen. Om um Salama zij, een vrouw die pas bevallen was, onthield zich ja, niet, van het vasten en het bidden, in de tijd van de profeet Sallallahu alaihi wasallam 40 dagen. Het is daarom aan een vrouw om kennis van deze zaken te hebben en deze te bestuderen om te kunnen waken over haar gebeden. En haar overige aanbiddingen, dit alles om de tevredenheid van haar Heer en zijn beloning te verkrijgen in de tuinen van gelukzaligheid.